Hoi, hallo, een hele goede morgen. Ik ga jullie vandaag meenemen tijdens onze allereerste vlog. Mijn naam is Solange en ik speel sinds dit seizoen bij de debutant in de Eredivisie, namelijk Excelsior Barendrecht Vrouwen. Het is vandaag vrijdag en dat betekent één ding: matchday. Wij spelen vandaag tegen de vrouwen van FC Twente en ik ga jullie meenemen zometeen naar de club. Ik ga jullie laten zien hoe wij ons voorbereiden op de wedstrijd. En na afloop laat ik jullie nog even meegenieten van de sfeer. Veel kijkplezier! Zoals de meesten van jullie weten, kom ik oorspronkelijk uit Zeeland. Maar ik ben voor de voetbal dichterbij gaan wonen, dus ik kan lekker op de fiets. Inmiddels ben ik aangekomen op de club. Even de spullen in de kleedkamer gelegd. En dan gaan we richting de zaal waar we met z'n allen gaan eten. Zo, we hebben net lekker gegeten. Er was van alles aanwezig, onder andere pannenkoeken en pasta. En nu hebben we een half uurtje om lekker te ontspannen. Wij gaan nu lekker wandelen met z'n allen. Heeft het bij jou gesmaakt, Philly? Ja hoor. De wedstrijdvoorbereiding zit erop en we zijn inmiddels ook omgekleed. Ik sta hier met Nadine. Stel je maar even voor. Nou, ik ben Nadine de Breij, ik ben 18 jaar en mijn positie is linkshalf of linksvoor. Hartstikke mooi. Wat verwacht jij vandaag van de wedstrijd? Nou, ik verwacht dat het een lastige wedstrijd gaat worden, want Twente is natuurlijk een ervaren ploeg. En die zijn ook al een aantal keer kampioen geworden in de Eredivisie. Voetbal ook veel internationals in dit team. Maar ik denk als wij gewoon uitgaan van onze eigen kwaliteiten en ons eigen spel spelen en strijden voor elke bal, dat we dan gewoon dat ze het heel lastig kunnen maken en dat we gewoon voor de winst staan. Zeker weten. Strijden en winnen, zeggen we dan. Zo, de wedstrijd zit erop. We hebben hem helaas verloren. Maar gekeken naar het spelbeeld hebben wij onwijs mooie stappen gemaakt. Naar aanleiding van de wedstrijd tegen PSV. Die stappen namen we mee op trainingen. En ook tegen Achilles vorige week. En ook vandaag weer hebben we stappen gemaakt als ploeg. Ik sta hier met Sharona, onze snelle, felle linksback. Kan jij vertellen hoe jij de wedstrijd hebt ervaren? Ik vond dat we het heel goed hebben gedaan. En ten opzichte van de wedstrijd van PSV hebben we hele grote stappen gemaakt. Ik vind dat we het als team heel goed hebben gedaan en dat we alles gewoon mee moeten nemen naar de volgende wedstrijd. En zo is dat. Samen sterk. Ja, top. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden. Laat in een reactie achter wat je ervan vond. En vergeet niet om een duimpje te geven.